Ja, we staan hier in het hartje van Utrecht, in het centrum. Dus aan mensen geen gebrek. En we gaan vandaag de verbinding aan met burgers om te praten over de positie van de agrarische sector en over de productie van Nederlands voedsel. Op dit moment is er een podiumprogramma aan de gang waarin we echt gewoon boeren aan het woord laten. Jonge boeren, hoe zij hun toekomst zien, wat ze nodig hebben en hoe ze geholpen kunnen worden. En wat oudere boeren, wat boeren met een unieke ervaring of vanaf een unieke plaats. Er zijn talloze standjes, zo'n 50, met allerlei beleving van voedsel. Zichtbaar hoe het gemaakt wordt. Hierachter zie je een varken wat uitgebeend wordt. Maar we hebben ook gewoon groenten, fruit, zuivel, kaas, educatie. En er zijn ruim 200 vrijwilligers bezig om het gesprek met de mensen aan te gaan. En echt actief gewoon te laten zien wie wij als sector zijn. Wij willen eigenlijk met Zuiderveezeevarken willen we laten zien. Het ambacht willen we weer laten zien aan de mensen. Er zijn veel vragen over hoe het allemaal gebeurt in de slagerij. Mag het weer gezien worden? En daarom willen wij hier ook graag laten zien hoe het gaat. Een half varken, dat zie je niet zo gauw in Utrecht, in het centrum natuurlijk op straat. Dus er wordt wel heel leuk op gereageerd. En zometeen gaan we weer een demo geven. En dan laten we het uitbenen weer zien. Ja, ik vind het gewoon hartstikke goed wat ze hier doen. Ze laten hier zien hè, dat het voedsel geproduceerd wordt door de boeren. Ze zoeken contact met de stadse burger. Dat is heel belangrijk, want vaak mensen in de stad weten helemaal niet eigenlijk, hoe voedsel wordt geproduceerd. We hebben nog nooit een boer in het echt gezien. Dus het gesprek wordt hier aangegaan. En dat doen we allemaal met eten. Hè. Dus eten verbindt altijd. Ik zeg tegen boeren ook altijd van je moet mensen zoveel mogelijk kennis geven. Hè, van wat gebeurt er eigenlijk op een boerderij, hoe wordt voedsel gemaakt. En kennis leidt tot begrip, en begrip leidt tot draagvlak en draagvlak leidt tot bestaansrecht. En dat is wat ik ook hoop dat hier ook bij burgers gewoon meer begrip ontstaat voor de boer, de voedselproductie en de positie van de boer.